Dat was het? Ja. Dank. Dag. Bianca Blom is hard op weg om de wereld te veroveren met haar eigen schoenenlijn. Ze is al in New York geweest met haar pumps en ook haar winkel in Amsterdam gaat bijna open. Lekker hectisch. Altijd nog de laatste dingen dat je denkt, oh ja, dat nog, kan nog allemaal net. Bianca woont en werkt in Amsterdam, maar haar roots liggen in de Goren. En daar is ook haar passie voor schoenen ontstaan. Ik kwam nog niet zo lang geleden een foto van mezelf tegen waar ik niet eens het bestaan van af wist. Maar toen zat ik als klein meisje van denk een jaar of anderhalf in de schoenenkast van mijn moeder, omringd met haar schoenen. En je ziet mij ook op die foto een beetje zo kijken van, oké, past dit, I'm in trouble. Na een studie bedrijfskunde en een paar jaar werkervaring besloot Bianca haar passie achterna te gaan. En dit is het resultaat. Comfortabele pumps. Ja, aan de buitenkant, je ziet geen plateau of iets anders dat je denkt van, hey, dat maakt nu het verschil. Maar daar begint het dus eigenlijk al mee. Het gewicht wordt veel meer verdeeld over de hele schoen. Vervolgens het gewicht dat wel hier op terecht komt, zit een super zacht voetpad in. Opgroeiend in West-Friesland was zeker niet het idee dat ik ooit dit allemaal zou doen. Gewoon blijven dromen en ook gewoon doen. Het is met name dat. Er zijn al heel wat bekende Nederlandse dames die Bianca's schoenen dragen. Dionne Stak staat erop te presenteren, Merel Westrik, Eva Jinek. Maar Bianca is een echte onderneemster en droomt groot. Ja, sowieso Maxima, maar dan zeg ik alle koningshuizen. Ja, we gaan dromen, hè. We blijven groot dromen. Denk ook aan een Beyoncé. Hoe gaaf zou dat zijn?